Het is vandaag 9 april, zaterdag. En vandaag wordt er een voorpoging gedaan om zoveel mogelijk molens te laten draaien in Nederland en hopelijk ook daarbuiten. We gaan langs bij de molen in Heulen, de Johannesmolen. We gaan langs in Overasso bij de molen Zilderust en Nederlandse de Maasmolen. Daar gaan we kijken naar. We gaan kijken of dat het voorpoging gaat worden. En natuurlijk ook. We staan nu hier bij de Heumense Molen, oftewel de Johannesmolen. Ja. Met, zoals gezegd, Nico van den Broek. Bent u een beetje zenuwachtig? Nou ja, voor de recordpoging ben je altijd zenuwachtig natuurlijk, als je het goed doet. Dus, ja. Maar nee, wij zijn gewend om te draaien natuurlijk. En ja, het is gewoon een leuk initiatief, dus ja, we gaan ervoor. Ja, kunt u iets meer vertellen over het initiatief? Want het is een recordpoging. Is er nog nooit een recordpoging gedaan? Nee, volgens mij niet. Dus we willen een wereldrecord vestigen. We zijn met het gilde bestaan we dit jaar 50 jaar. En ja, dat was een leuk moment om eens te kijken of we dit voor elkaar konden krijgen. Dus, En is het ook belangrijk? Waarom is het belangrijk? Want ik heb begrepen dat het belangrijk is, maar waarom is dat? Nou, het is heel belangrijk dat we ons cultureel erfgoed in stand houden en met name de molens. Als een molen stil gaat staan, als we hem stilzetten, dan is hij in 3 jaar tijd toe aan grote restauraties. En zolang wij rondlopen als vrijwillig molenaars en de molen laten draaien, houden we ook de reparaties bij. En dat, ja, daar gaat zo'n molen veel langer mee. Werkt deze molen nog gewoon ook? Ja, we hebben de stenen weer helemaal in orde gemaakt. We hebben 8 weken geleden hebben we alles uit elkaar gepakt. En ja, als het goed is, kunnen we nu weer gaan malen. Het is even wachten op maalgoed, dus ja, graan of maïs of dat soort dingen. Maar dan kunnen we in ieder geval met veevoer zo starten. Voor consumptie zal het even wat langer duren, maar ja, er zijn wel veel plannen om ook echt actief weer te gaan gebruiken. We hebben in Nederland 2600 molenaars, en dan waarvan zo'n ruim 500 in opleiding. Ja, en we hebben 1200 molens, dus je kunt erna gaan dat ja, willen we regelmatig draaien met die molens, dan hebben we toch genoeg mensen nodig. Leerling molenaar, zeg ik het dan goed? Ja, helemaal juist. Waarom vind je dit zo interessant? Waarom doe je dit? Nou, ik ben eigenlijk altijd al een beetje getriggerd door molens. Het zit ook een beetje in bloed. Want mijn grootvader die heeft hier gewoond. Mijn vader is hier geboren, mijn ooms zijn hier geboren. En mijn overgrootvader is de stichter van deze molen. En dat zou impliceren dat ik, mocht ik straks inderdaad molenaar worden, dat ik de 4e generatie ben die op deze molen zou mogen draaien. Nou, dat is een unieke, ik vind het geweldig. Ja, raad je het aan anderen ook aan? Om dit vak te gaan doen? Absoluut. Wat kun je mooier hebben als omgaan met de elementen en lekker in de buitenlucht? Dat is geweldig. Ja, luisteraars zien dit niet, maar je bent zo enthousiast. Ja, ik ben vreselijk enthousiast. Ik denk ook meteen van, ik ga het ja, ook doen. Moet je doen, Martin, moet je doen. Ja. Dankjewel, Theo. Ik sta hier met Stijn, dat is de molenaar. Ja, ik ben Stijn Arts, ik ben inderdaad molenaar. Ik woon hier in Overasselt, ik ben molenaar vanaf 2016. En wij staan hier in een standaardmolen, zoals we dat dan in de molentermen noemen. Een van de oudste molentypes van Nederland, eigenlijk het oudste molentype van Nederland. En wij staan hier op de steenzolder. Hierachter zie je het bovenwiel draaien. Wat voor de aandrijving zorgt van de steenspil waarmee wij gaan kunnen maken. Ja, en ik moet lachen, want ik hou me heel erg vast. Ik weet niet of dat je dat kunt waarschijnlijk, want alles beweegt hier nu. Ja, alles beweegt inderdaad. Dat is ook het leuke van dit soort molens. Deze molens die
daar is staat de hele kast staat daar los van op de standaard. Dus we kunnen de hele kast, als wij de molen op de wind moeten zetten, moeten wij de hele kast draaien om hem inderdaad goed op de wind te kunnen krijgen. En dat is heel iets anders dan bij een... Wat je net gezien hebt. Wat jullie inderdaad gezien hebben in Heumen, waar inderdaad alleen de kap draait. Ja, het is een spectaculair gevoel, vind ik, want hij draait echt. En alles beweegt ook. Toen we net naar boven liepen, zei ik ook van god, het lijkt alsof hij weg. En het was ook echt zo. Ja. Wordt hier ook nog gewoon, werkt deze molen ook echt nog? Deze molen is... Klopt. Deze molen is inderdaad compleet maalvaardig. Dus wij kunnen inderdaad graanproducten vermalen. Momenteel nog niet voor menselijke consumptie, omdat wij de basishygiëne missen als toilet en water. Dus dat is wel jammer. Dus wij malen op dit moment voor demonstraties en veevoer. Bij de derde molen op rij in de gemeente Heumen ben ik nu, bij de Maasmolen, samen met Rob Snel. Hoe is het om op deze molen molenaar te zijn? Nou, hartstikke mooi. Ik ben trots dat ik op een van de oudste molens van Nederland zelfs, denk ik, mag draaien. En mijn best doen om het ook draaiende te houden. Ja. Want wij waren net bij de andere twee molens en u bent hier alleen. Is dat te doen eigenlijk in je eentje? Nou, dat is wel veel, want ik ben vanochtend begonnen om 9:00 hier. Om helemaal gereed te maken. En u heeft net verteld hoe zwaar het is om de molen te draaien. Want hij moet dan naar de wind of op de wind. Hè? Ja, hoeveel kilo moet je dan in beweging zetten? Nou, de hele molenkast die draait, die is 35 ton. En met een soort lier, aan de trap heeft u dat gezien, moet ik hem omzetten. En dat is heel zwaar. Ik moet hem eerst echt goed smeren, dat het wat soepeler gaat. Maar ik denk dat ik vanochtend zeker wel 45 graden om heb gezet. Hoe lang bent u molenaar al? 16 jaar. En steeds op deze molen? Altijd op deze molen. Ja, dit is mijn laatste jaar. Oh, serieus? Ja, ik ben 74 en voordat ik 75 ben, moet ik mee stoppen gewoon. De leeftijd gaat dan wel spelen. Ja. Ja, want dan wordt het misschien te zwaar. Ja. Fijn dat we heel even mochten kijken en nog heel veel succes en nog een heel fijn jaar dan. Ja. We hebben drie molens gezien vandaag in het kader van de wereldrecordpoging om zoveel mogelijk molens te laten draaien in Nederland. En op alle drie de molens, bij alle drie de molens kwamen we u ook tegen, burgemeester. Fijn, dat was hartstikke leuk. Ja, het was ontzettend mooi. Ik kreeg de uitnodiging om bij alle molens even langs te gaan, ook vanwege de recordpoging. Maar het was natuurlijk ook een ontzettend mooie manier om alle drie de molens te bezoeken en ook actief in bedrijf te zien. Ja, was u ook zo onder de indruk? Ja, ontzettend. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd wel iets met molens heb gehad. Ik kom tijdens wethouder in de gemeente Leudal. Was ik ook molenwethouder. Dus ik heb een beetje wel affiniteit met de molen. Maar ik vind het ook een fantastisch mooi iets, een molen. Het bezig zijn met elementen. We hebben het gevoeld, hè? Zeker in Overasselt, maar ook hier in Nederasselt. Het gaat nog ook tekeer met deze wind. Ik vind dat ontzettend mooi. Ik vind het een mooie beleving, ja. Ja, en drie molens in de eigen gemeente is best wel goed voor zo'n burgemeester die iets heeft met molens. Ja, nee, zeker. Ik ben er ook ontzettend blij mee. De gemeente Alphen-Kaam. Er waren geen molens meer die in werking waren. Dus ik vind het ontzettend mooi om te constateren dat we in de gemeente Heumen drie fantastisch mooie molens hebben. En iets met molens, zegt u? Het duurt nog even, maar zien we u misschien ooit als molenaar echt? Ik begrijp dat de oproep is hè, dat wij voor moeten zorgen dat er meer vrijwillige molenaars komen. Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor die mensen die zich voor het behoud van deze drie fantastisch mooie molens inzetten. Of ik zelf die ambitie zal hebben, laten we eerst maar eens even concentreren op het burgemeesterschap in de gemeente Heumen. Maar mijn waardering voor de vrijwillige molenaars in de gemeente Heumen is natuurlijk ontzettend groot. Want zonder die vrijwilligers kunnen we dit soort molens ook niet in stand houden. Nee, zeker niet. En zoals Rob en Stijn en Nico
ja, het zijn gewoon daar echte molen. Ik vond ze ook echte molenaars, ik weet niet. Het zijn echte gepassioneerde mensen, molenaars met hart en ziel verbonden aan hun molens. En die mensen hebben we nodig om dit erfgoed in stand te houden. Ja. Leuk dat we elkaar tegenkwamen vandaag bij de molens. Hele fijne dag nog en wij gaan ook weer aan Dutch Bell. Ja.